Sven, welkom hier, nou niet in Heerenveen, maar wel bij het team van Heerenveen. Een nieuwe avontuur voor jou. Hoe is het om hier te zijn? Ja, zeker. Ik keek ernaar uit om weer lekker in teamverband te kunnen gaan voetballen. En ik ben blij dat ik hier naar het trainingskamp ben gekomen en dat het uiteindelijk best wel snel is gegaan. En ik denk dat het voor mij een mooie stap is om weer de lijn door te trekken die ik afgelopen half jaar bij Willem II had gepakt. En ik denk dat ik daar heel veel zin in heb. En waarom de keuze voor Heerenveen? Ik denk dat het zeker van buitenaf vond ik het altijd een mooie club die altijd leuk voetbal speelde. En kijk, en nu ga ik het beleven van binnenin. Maar als ik zo kijk, de eerste twee dagen dat ik hier op de trainingskamp ben, dan zit dat wel goed. Je hebt natuurlijk al de nodige ervaring. Is dat ook iets wat je mee kan brengen en overbrengt op die andere jongens? Ja, ik denk natuurlijk, ik heb best wel wat meegemaakt bij Feyenoord. Zeker ook Europese wedstrijden gespeeld. Belangrijke wedstrijden gespeeld. En ik probeer die ervaring inderdaad gewoon mee te geven aan de jongens die hier zijn. En ik denk dat wat mij typeert is wel dat ik altijd wel volop in de strijd ga. En ik denk dat dat wel hier gewaardeerd gaat worden. Ja, jij hebt natuurlijk ook Heerenveen afgelopen jaren ook wel zien voetballen. Wat kun jij bijvoorbeeld goed toevoegen aan het team ook? Ja, precies wat ik net zag. Ik denk dat vorig jaar soms sommige wedstrijden niet altijd de pit erin zat. En ik denk dat ik dat heel graag wil overbrengen. Dat gewoon elke wedstrijd nodig is. En dat alles gaat en staat gewoon bij inzet en de manier waarop je het veld opkomt. En ik denk dat vorig jaar niet altijd even goed was. Wat zijn jouw ambities voor de komende jaren? Nou ja, voor nu ben ik gewoon blij dat ik hier bij Heerenveen ben. En ik ga deze stap gewoon stap voor stap bekijken hoe ik dat deze weg ga bewandelen. En ik denk dat het gewoon voor mij de zaak is om lekker veel speelminuten te maken en mezelf weer te laten zien hier. Nu gelijk dus inderdaad aangesloten op het trainingskamp. Hoe fit ben je? En kun je ook bijvoorbeeld gelijk los aanstaande vrijdag? Natuurlijk kan geen hele wedstrijd spelen, dat is logisch. Ik train pas twee dagen mee in teamverband. Ik heb zelf natuurlijk wel, ben ik gewoon mezelf fit blijven houden. Alleen dat is altijd anders als je in de groep staat dan. Ik denk dat voor nu voor mij gewoon belangrijk is dat ik gewoon lekker meetrain. En dan zie ik wel of ik vrijdag kan aansluiten bij het team. Maar hele wedstrijden zal het niet worden. Hoe bevalt het team? Ben je goed opgevangen? Ja, zeker. Ik ben goed opgevangen. Ik ken natuurlijk Koning Lucas en Erwin Koning al. Die heb ik meegemaakt bij Feyenoord. Met Lucas al wat langer. Speel ik al 9 jaar samen mee. En dan kom je al sowieso wel een beetje in een warm nest terecht. Maar als ik dan de andere jongens ook zie hoe ik ben opgevangen, ben ik daar heel erg tevreden mee.